Zo, Patrick, barecor in een leeg Tial. Dat moet toch wel een gek gevoel geven? Ja, het is een gek gevoel. Barecor is natuurlijk ja, gewoon onwijs lekker. Maar het liefst doe je dat in een vol tee als dat publiek er echt achter gaat staan. Dat is het mooiste. Maar ja, voor mij is het gewoon alweer lekker dat ik dit barecor kan rijden en dat ik deze tijden op tee af kan rijden. Ging je daar ook met die intentie in? Ja, je moest natuurlijk een tijd zetten. Ja, ik moest de tijd zetten. Dus ik moest gewoon echt het beste van mezelf laten zien. Ja, zo ging ik er ook wel in en ik wist dat de vorm goed was. Dus dan weet je wel dat je ja, rond die 6-9, 6-10 moet gaan rijden. Ja, dat dat dan uiteindelijk een lage 6-8 in zit, dat ja, is gewoon onwijs mooi. Ben je dan nog heel gespannen voor deze wedstrijd? Ja, onwijs. Ja, deze wedstrijd er hangt eigenlijk heel veel van af. Je kan bijna alleen maar verliezen, want je moet je gewoon plaatsen. Ja, dat was ook de zaak vandaag en ik ben blij dat dat gelukt is. Ben jij ook nog, ja, best wel de constante rijder van de afgelopen 2 jaar op de 5 kilometer? Dan kan je eigenlijk alleen maar verliezen. Ja, klopt. Dat is ja, vooral met deze wedstrijd is best wel apart, want het zijn gewoon plaatsingswedstrijden. Dus het enige wat je wint is die tickets. Dus ja, daar rij je gewoon voor. En als dat niet lukt, dan verlies je. En als je ja, dat haalt, heb je je doel gehaald, maar uiteindelijk nog niks gewonnen. Want dat moet tijdens het WK afstanden gebeuren. Maar ja, je wilt gewoon het beste van jezelf laten zien. En als ik dan deze tijd rijd, dan weet je gewoon weer dat het goed zit. En ja, dat de vorm gewoon goed zit. En dit wil je dan doortrekken voor de rest van het seizoen. Ja, nog 3 weken, dan is het EK Allround. Dan gaan we de bubbel in. Ja. Ja, eerst nog 2 andere plaatsingswedstrijden. Ja, klopt. Ik moet de komende 2 dagen nog aan de bak. Ja, ik hoop dat ik dit lekkere gevoel meeneem voor de komende dagen. En dat ik op die 2 afstanden ook nog wat moois kan laten zien. Hoe zorg je ervoor dat je morgen weer met net zo diezelfde spanning aan de start staat? Nou, dat is voor mij niet echt een probleem. Ik word al zenuwachtig van een trainingswedstrijd. Dus ja, morgen zou ik ook gewoon weer goed gespannen zijn. En dan de 10 kilometer maandag. Ja, dat is eigenlijk de lastigste afstand. Dat is de afstand waar ik op dit seizoen eigenlijk voor mijn gevoel het minst op ben geweest. Ja, die wil ik ook wel gewoon echt beter rijden. Deze 5 kilometer heeft me daar ook wel gewoon een beetje zelfvertrouwen voor gegeven. Hoe ga je die aanvliegen? Ja, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Ik ga me nu meer focussen op de 1500 van morgen. Ja, dan kijken we wel weer verder. Dankjewel en Ja, succes. top, dankjewel.